Ervaringsdeskundigheid voor dummies. Ervaring, ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid. Weet jij het verschil? Kom erachter in dit filmpje, ervaringsdeskundigheid voor dummies. Ervaring wordt ook wel beleving genoemd. Ervaring is een directe confrontatie met de werkelijkheid van jezelf en de wereld om je heen. Wanneer ervaringen zich opstapelen, spreken we over levenservaring. Ervaring is onmisbaar in een proces naar herstel, eigen regie en de zoektocht naar persoonlijke krachten en mogelijkheden. Mensen met een psychische kwetsbaarheid doen op verschillende manieren ervaring op in het leven met deze kwetsbaarheid. De impact die het heeft op het dagelijks leven, hoe het is om patiënt in zorg te zijn, ontdekken wat wel en niet helpt en hoe de sociale omgeving reageert samen met de samenleving. Kennis die iemand door reflectie heeft opgedaan over het leven met een kwetsbaarheid noemen we individuele ervaring, ofwel ik-kennis. Deze kennis is persoonlijk, gebaseerd op de eigen beleving. Het is een verzameling van inzichten over zowel bevorderende als belemmerende factoren voor herstel en het leven naar eigen wensen en mogelijkheden. Deze ik-kennis kan worden gevormd tot wij-kennis. Door het delen van ervaringen en het zoeken naar overeenkomsten en unieke aspecten ontstaat gemeenschappelijke ofwel collectieve kennis. Ervaringskennis omvat zowel deze individuele als collectieve ervaringskennis. Volgens Bakel en Bortien zijn de domeinen van ervaringskennis als volgt afgebakend. 1. Kennis over je eigen lichaam, geest, je eigen gedrag en handelen en persoonlijk herstel. Zelfinzicht. 2. Kennis over hoe dienstverleners, hulpverleners en zorgsystemen werken. Over therapieën en bijwerkingen, over hun toegankelijkheid en over hoe je het beste daarvan gebruik kunt maken in jouw herstel. 3. Kennis over maatschappelijke reacties. Die kunnen zowel positief als negatief zijn, inclusie en exclusie. En kennis over maatschappelijk herstel, emancipatie. 4. Kennis over hoe je mensen met gelijksoortige ervaringen of in gelijksoortige situatie kunt steunen in hun herstel. Herstelondersteuning. Kennis over deze domeinen is opgedaan door zowel het uitwisselen van kennis en ervaring, analyse en reflectie en andere bronnen. Iemand met deskundigheid beschikt over specifieke expertise op een bepaald gebied, dikwijls gekoppeld aan een bepaalde vaardigheid. Deskundigheid is verbonden aan kennis en handelen. Ervaringsdeskundigheid is het vermogen waarbij iemand gemeenschappelijke kenmerken uit eigen ervaringen kan filteren en deze ervaringskennis aan anderen kan overbrengen, om zodoende ruimte te maken voor herstel- en empowerment-processen van kwetsbare individuen. Daarnaast hebben ervaringsdeskundigen het vermogen ontwikkeld om eigen ervaringen met stigmatisering en empowerment in te zetten om een herstelondersteunende omgeving te bevorderen. Nog één keer op een rijtje. Ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Ervaring. Persoonlijke ik-kennis in het leven met een kwetsbaarheid en doorleven van herstel. Ervaringskennis. Gemeenschappelijke wijkennis, opgedaan door het uitwisselen van ervaringen, analyse, reflectie en andere bronnen. Ervaringsdeskundigheid. Professionele inzet van herstel, ervaringskennis en empowerend handelen. Wil je meer weten over de kern van het werken als ervaringsdeskundige? Bekijk dan het filmpje Ervaringsdeskundige tot in de kern over taken, rollen, waarden en vaardigheden.
Bedankt voor het kijken.